patent zou opeten. Geen patent op het leven. Geen patent op het leven, mevrouw. Geen octrooi. Zet hem maar eventjes bij, je mag hem niet meer. Doe hem maar. Dan maar zo'n dingetje. Ja. Oké. Daar moet ik in gaan. Zeker. Jawel. Volgens mij kun je de universiteitscongres onze bijdrage. Ja. Ik zal een nieuwe druk kunnen. Echt waar? Ja. Zo jong en zo slecht. Het is vernoten bij het thema van vandaag. Ja, heel goed. Dank u wel. Ik hoor het. Ja, maar ook in goed, succes. Ja, ja. Ja, succes. Ja, alsjeblieft. Ik ben Linda van ASEED Europe. Alsjeblieft. En ja, wij staan hier vandaag om bij een congres over biodiversiteit en economische mogelijkheden die dat kan bieden. En wij staan hier te protesteren omdat wij vinden dat er te weinig in het programma ruimte is voor kritische noot bij het onderwerp. Sorry. Een kritische noot te plaatsen bij de insteek. Namelijk dat je met het bedrijfsleven aan de slag gaat om met biodiversiteit. En dat je dat dan alleen maar kan doen door daar een prijskaartje aan te hangen. Een economische waarde aan biodiversiteit te hechten. Dat is de eerste. In onze ogen is dan het gevaar dat je gelijk mee uit. Dat je het reduceert tot een handelswaar. Dat je biodiversiteit reduceert tot een handelswaar. Dat die er dan mee moet maken. Waar winst mee gemaakt kan worden. En dat bedrijven er dan mee aan de haal gaan. Bijvoorbeeld traditionele gebruiken van inheemse bevolkingsgroepen die al eeuwenlang bekend zijn met de medicinale werking van een bepaalde plant. En dat er dan een bedrijf dat dan ontdekt, met een truc uithaalt en het dan vervolgens patenteert en commercieel uitbuit. En de mensen die het oorspronkelijk gebruikten, er geen toegang meer toe hebben. En dat zijn ontwikkelingen, dat heet biopiraterij. En dat vinden wij een kwalijke zaak. En wij vinden dat als je met het bedrijfsleven over biodiversiteit en economische mogelijkheden gaat praten, dat je daar heel erg kritisch over moet zijn. Wat kunnen mensen ermee zelf doen? Het is een moeilijke vraag. Het is het belangrijkste is denk ik dat je er zelf ook over moet nadenken. Want het is een ethische kwestie. Van hang je een prijskaartje aan de natuur of niet? Moet je eigenlijk wel alles vanuit een economische benadering bekijken? Of moet je meer letten op morele kwesties, mensenrechten en natuurbescherming? En onze opvatting is dat je niet overal, dat je niet alles vanuit een economisch perspectief moet bekijken. En
En dat je daar dan niet in mee moet gaan, maar dat je daar kritisch naar moet kijken. En ik denk dat mensen daar zelf ook een mening over kunnen vormen. En ja, je kan bijvoorbeeld als je cosmetica of medicijnen koopt, kijken naar wat zit er eigenlijk in. Welke ingrediënten is dit gebaseerd? En ook misschien nog eens verder kijken van wat is dat voor bedrijf wat deze cosmetica of deze medicijn verkoopt. Is dat niet een bedrijf wat dit zich toegeëigend heeft en andere mensen daar de toegang toe ontzegd heeft? Ik kan geen concrete voorbeelden noemen van, maar ik denk dat heel veel farmaceutische multinationals, vooral de allergrootste farmaceutische cosmetica bedrijven, met dit soort dingen bezig zijn. En ook, ik denk ook wel bedrijven in de landbouw, multinationals in de landbouw, die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn naar nieuwe grondstoffen voor kunstmest te vinden en die dat in natuurlijke bronnen zoeken. En dat zijn, met ASEED zijn we vooral bezig op het gebied van landbouw en sociale rechtvaardigheid. En daar maken we ons grote zorgen over het patenteren van landbouwgewassen en andere, in het verlengde daarvan andere landbouwkundige toepassingen. Het is een congres met een zeer diverse samenstelling aan bezoekers. Ik denk dat de deelnemers uit allerlei hoeken komen. Bedrijfsleven, wetenschap, maar ook maatschappelijke organisaties. En ik denk dat we door onze aanwezigheid en het uitdelen van onze kritische noot op een pamflet wel hebben getriggerd dat mensen hierover nadenken. Mocht het toch inderdaad over het hoofd zijn gezien door de mensen die het programma hebben. Nee, goed zo! Dus het maakt wel discussie los. En dat merken we ook aan reacties van deelnemers die wij tegenkomen. Ik wil nog één ding daaraan toevoegen, dat het belangrijk is om door te hebben dat zeg maar, biodiversiteit en het behoud van biodiversiteit niet iets is wat zich beperkt tot oerwouden en regenbossen en zo, maar dat het ook hier in Europa speelt. En dat het niet alleen om puur om natuur gaat, maar ook om diversiteit aan landbouwgewassen en landbouwzaden. En dat net zo goed die privatisering daarvan, patenteren daarvan, een halt toegeroepen moet worden. En dat is voor ons een link die heel helder is. En mensen kunnen op onze website daar ook meer over vinden. Bijvoorbeeld een petitie ondertekenen tegen het verder privatiseren van het inperken van de toegang tot landbouwzaden bijvoorbeeld.